Wie een protte sporten wie er natuurlijk gevolgen door de coronacrisis. Zij ek bij de doen sport. Ten eerste, wie ben later begonnen. Normaliter is het seizoen rent van eind maart, begin april. En nou ja, door de corona mogen we natuurlijk net verzamelen. Dus dat lag al hier stil. Maar de versoepelingen, ben ik de versoepelingen in onze sport terugvoerd. En nu is het eigenlijk zo dat we van jelwijs maaien dat we weer vleenen kennen. Dus je hobby uitvoeren kennen. De doe sporters zijn blij dat ze hun sport weer uitoefenen kennen. Want dat is toch wel waar het om draait. Nou, dat is wel wrang, want een doe sporter die wil graag wedstrijden en zich ten opzichte van zijn concurrenten en collega's en vrienden zien letten hoe goed dat ze binnen. Maar de doe sport boven zich grotendeels thuis. Ja, dus ik kijk wel op Facebook comments voorbij komen zien dat mensen blij zijn dat ze doen hier, want met die lockdown wie dat een hartstikke mooie opleiding. Hoewel ze zich nog een bepaalde coronaregels moet houden, kennen de vereniging staren gewoon wel last. Er is de Nationale Bond had een heel protocol opgesteld. We hebben zo'n harde matten. En normaliter ben er vreeds mij het inkorien. Hier had de doen in de wedstrijd man gewonnen. Ben er een paar ploegen die dat regelen. Nu mij er maximaal 3 man in het lokaal. Dus het is zo dat vroeger weer zijn kwam alle liefhebbers die hier in Jentier. Die mogen tussen 5 en 11 zonen mogen ze hier komen met hun doen. Nu is er echt een heel schema opgesteld wanneer dat iedereen hier komt mij. En daarmee maar 3 man in het lokaal. Dat is een centrumleider die het alles regelt. Iemand voor de computer en iemand die de doen in de man doet. Dus het vergt wel een prutte extra werk van die 3 man. En vooral diegene die de doen in de koren doet. Die gaan momenteel ongeveer zo'n 100 doen. Dus iemand van over jou roeren tot een kwartier van zo'n matter die doen in de man zien te krijgen. Ek bij Theo zelfs is het doe leeftijd er al vanaf jongs af aan ingroeid. Ik ga zelf ook doen, ja zeker. Ik doe samen met mijn heid en mijn kwanheid. Ik ben eigenlijk al van vroeger als jonkje ben ik erin opgegroeid. Dus ik weet eigenlijk net als. Ik had vroeger zelf ook altijd een prutte sport en dit die ik in de jongen. Dus ja, doe master, dan ben ik heel prutte de god van heid op zoon. Dan master hem opgegroeid werd, maar ik woorde net graag zonder. Nou, wie ben je nou in mijn doehak? Dit is doehak wat op het thuis zit. En dit ben de jonge doen, dus dat ben doen van 2020. Ik denk dat ik ongeveer een 60 jonge doen ha en een stuk of 50 oude doen. Nou, het mooiste is de omgang met dieren door de wieken. En het is ook een kick om zaterdag, als nog net een doos jongen has, want dan zitten we hier te letten met een stuk of wat mensen. Dan komt ik altijd wel gewoon te zien. En als dan nog net een doos jongen has en dan komt die in en die vlucht als een speer in het hok. En dan, ja, dan wie is dat als betier het best. En het is transport die door de hele provincie en ik nou zelf een stukje over Riesel en Drenthe voor uw oordeling mij telt. En dan kies je zelf vergelijk je met de oren. Want dat wordt qua snelheid meters in de minuut wordt dat berekenen. Dus als je een dichterbij wennet van het losplak, maakt het in principe niks uit. Dan kies het altijd met een vergelijkje.